een nieuwe episode van Topstack TV. Een episode waarin we dus eindelijk weer terug zijn in de polder van Oudekerk. Oh, polderplezier. Kijk, je kan het achter me al zien. Ik zal zo het beeld even draaien. En wij gaan proberen een snoek hier te landen. Na de vele gemiste kansen. Zowel in de polder als overal elders. En dat niet alleen. In de video van vandaag wordt ook de winnaar bekendgemaakt van de prijsvraag. Dus blijf vooral kijken. En heel veel plezier, jongens. Goede vangst trouwens. Dat is een flinke. Kom hier. Kom hier. Kut. Kut. Kijk hier. Ja. 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 Ik weet niet waar het misgaat. Ik probeer te filmen. Alles erop en eraan. Dit is mijn tweede. Op een stuk van 20 meter. Moet je kijken. Mijn schepnet is naar de tyfus. Jij blijft er recht in zitten. Snoek nummer 14. En ik land hem eindelijk. En een mooi maat. Jij blijft echt zitten, maat. Jij blijft echt zitten, vriend. Master. Oké dan. Eindelijk. Yes. Yes, yes, yes. Woe. Ga ik hem meten? Ik denk het. Eindelijk. Niet normaal. Ik verspeel net nummer 13. Maar... nu heb ik er eindelijk weer eentje. Nee hoor. Jij blijft echt lekker liggen, ja. Jij bent van mij. Ik zoek mijn rolmaat. Vergeef me. Ik wil hem ook niet te lang op de kant. Maar dit is echt een mooi formaatje. Ongelooflijk. Nou. Ik snap er niks van. Oké, ik heb hem niet. Ik ga hem even goed laten zien. En dan... dan gaat hij terecht. Kom maar. Ja. Ja. Nee, nee, echt niet. Echt niet, vriend. Je bent een lekker dikke... en je bent van mij. Hoppata. Van mij, zeg ik je. Kijk eens. Hoe groot. Rustig aan. Woe. Even liggen jij. Even liggen jij. Prachtig visje. Ik heb mijn rommel maar niet bij de hand, joh. En dan wil ik hem toch echt meten. Hoppa. Hoe groot ben jij? Nou, wat zou het? 88. Nee, ik lieg. Hoe groot is die? 82. 82 centimeter. Ik ga hem weer vrij laten.
Bedankt voor het bijten, vriend. Bedankt voor het bijten. Super mooie vis. Eindelijk. Dit is de eerste voor vandaag. We gaan. Nou. Die ligt erin. Jongens. Yes! Eindelijk. Sinds dat ik jullie 12 dagen geleden sprak, ben ik nog wezen vissen. Ik had er 9 gemist. Ja, dat kan ik nu wel vertellen. Want de antwoorden voor de prijsvraag, die, of de, moet ik zeggen, het slot van de prijsvraag. Dus de winnaar wordt vandaag in deze video bekendgemaakt. Het waren de 9 die ik in totaal had gemist. Ondertussen zijn het er 13 geworden. Met die van, moet ik even kijken, gisteren had ik er. In ieder geval, ik heb de afgelopen 12 dagen, of de afgelopen dagen, heb ik dus nog meer snoeken gemist. In totaal 13, want net hierachter, ik denk 20 meter terug, verspil ik een snoek. Ik loop verder en ik haak een nog grotere. Het kostte me moeite om hem eruit te krijgen. Ik brak mijn schepnet, ik snap niet waarom. Heb ik gekocht bij Bonte. Ik zal het even het beeld draaien. Het is zo'n uitschuifbare schepnet. Ik dacht, het prijsje stond er nog op. Laat me je vertellen. Hij is niet goedkoop. Ja? Ik kan tot 3,80 meter kan je hem uitschuiven. Moet je hier kijken. Jongens. Hij breekt gewoon. Ik schep die snoek. En hij breekt gewoon. Dus ik ga dadelijk terug. Kijk, het netje kan ik losdraaien. Maar aan dit steeltje heb ik niks meer. Dus mannen van Bonte, ik hoop echt op een nieuwe. Hier ligt mijn matje en mijn rolmaat die ik uiteindelijk niet kon vinden. Het was zwaar chaotisch. Maar jullie willen niet weten. Jullie willen echt niet weten hoe blij ik ben. Na zoveel snoeken verspillen. Hier in de friek in polder. En daarbuitenom, voornamelijk hier in de polder, land ik mijn eerste poldersnoek. Jongens, ik ben zo verschrikkelijk blij. En dan gelijk een 80er. Niet normaal. Ik ga nog een stuk afvissen. Ik zal ze dan verder moeten landen op de hand. Heb ik nog nooit gedaan. Maar we gaan het gewoon proberen. Mocht het nog lukken. En ja, ik ben ongelooflijk blij. Al die pijn en moeite wordt eindelijk beloond. Eindelijk. Het is 12 dagen geleden dat ik mijn laatste video heb gepost. Maar daarvoor was ik bezig. We zijn ruim een maand bezig. En in die maand tijd heb ik 13 snoeken verspild. Eindelijk. Let's go.